Welkom bij een nieuwe video van Belgium Bird Nerd. Vandaag een doe-het-zelf video. En het is heel makkelijk om zelf te maken. Het begon allemaal toen ik aan het scrollen was op TikTok. En ik kwam daar een Amerikaanse vrouw tegen die een heel speciale bril op had. En ineens zie ik daar een vogeltje op landen. Ik zei, maar dat is zo speciaal, dat wil ik zelf ook proberen, want ik geloof niet dat dat werkt. Dus ben ik de dag nadien naar de winkel gegaan en heb ik een werkbril gekocht, een goedkope werkbril. Ik had ook nog kartonnen bordjes in de schuif liggen, dat kwam helemaal van pas. Dat heb ik dan vastgemaakt met tape aan de werkbril. Dan heb ik mijn camouflagepak aangedaan en ben ik buiten in mijn tuintje gaan zitten. Ongeveer 20 minuutjes en inderdaad, deze bril werkt. Er kwamen inderdaad vogels op. De eerste keer verschoot ik me wel, omdat ik dacht, allee, wat is dat nu? Ja, en het is een heel speciaal gevoel. Als je op enkele centimeters van uw gezicht vogeltjes kunt bekijken. Je zet de bril op. Zo. Je doet er wat zaadjes in. En dan is het wachten totdat de eerste vogeltjes landen op uw vogelvoeder kijkbril. Ik vind het ook wel een heel leuke naam. Een vogelvoeder kijkbril. Ja, en de eerste video's waren echt al duizenden keren bekeken op TikTok. Ik zei, maar dit werkt dus echt. En ja, ik wil de mensen ook laten zien dat jullie geen dure verrekijker hoeven te kopen om vogeltjes van heel dichtbij te kunnen bekijken. Maar omdat ik deze voederbril, dit is ook mijn 1.0 versie, een beetje saai vond, heb ik een 2.0 gemaakt en een beetje gepimpt. In een natuurlijke kleur. Deze keer een plastic potje. Ik had nog een camouflagemasker dat ik eigenlijk nooit gebruik. En dat heb ik rond deze plastic potje gedaan. En het is ook veel leuker. Er zijn dus ook reportages gemaakt over mij met de vogelvoeder kijkbril. En daar gaan wij nu naar kijken. Veel plezier met deze video. En ik hoop natuurlijk dat jullie het zelf ook gaan maken. Ik ben daar straks zo vanochtend, tijdens dat ik hier op de redactie was, voor de show lezen we alle krantjes even door. En toch op een hele leuke foto gestoten. In een Gazet van Antwerpen. En dat was een foto van een jonge man met een heel bijzondere bril op. Ik haal hem er even bij, want het is toch wel echt de moeite. Arne Moons uit Lille, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Arne, ik ga het even beschrijven. Het is een foto van jou met een bril op en allemaal herfstblaadjes rondom jou. Zo mag ik het wel noemen, hè? Ja, dat mag je noemen. Ja, waarom doe je dat? Vertel eens. Als natuurfotograaf ben ik altijd op zoek naar nieuwe ideeën. Ja. En ik was zo eens op TikTok aan het scrollen en naar natuurfilmpjes en ik kwam een vrouw tegen die het zelf had gemaakt. Dus ik zei, dat lijkt me een tof idee om dat hier ook te maken. Ja, het lijkt eigenlijk alsof je een beetje in de natuur opgaat en dat is ook de bedoeling, hè? Dat hoeft niet per se natuurlijk, want je kunt dat met verschillende kledingstijlen maken, maar ik heb als natuurfotograaf camouflage kleding, dus heb ik dat aangetrokken. Ja, en ja, je hoopt dan veronderstelling dat de vogels en zo en al andere dieren wat dichter bij jou komen, zodat je betere foto's kan maken, of?
Ja, dat klopt inderdaad. Ja, want hoe lang moet je soms zo wachten voor je de ultieme foto kan maken voordat er een diertje dicht bij jou komt, Arne? Goh, dat kan toch wel een paar uurtjes zijn, hè? Een paar uurtjes? Ja. Dus 2 of 3 uur sta je daar dan soms, ja, heel stil te wezen, veronderstel ik, om te wachten tot er zo'n beestje komt naar jou. Ja, inderdaad. Dat is wel de moeite natuurlijk. Waarom doe je dat zo graag, Arne, die foto's maken? Goh, ik ben altijd al geobsedeerd geweest door de natuur. En ja, dan de film Onze Natuur die nog eens uitkomt. Ja. En dat vind ik zo mooi. Dus. Ja, je maakt ook heel erg mooie foto's. Als ik het zo bekijk je een foto die ik heel bekend vind. Ook is eentje van een eekhoorntje met een mini winkelkarretje met daar nootjes in, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat is ook een foto die jij genomen hebt. Ga je vandaag ook weer de natuur in met jouw speciale bril? Ja, dat is de bedoeling. Ja, oké. Okay. Dan hoop ik mee voor jou dat er weer mooie foto's uitkomen. Arne, we zetten ook die foto's online bij ons op VRT Nieuws, zodat mensen ze ook kunnen zien. Fijne dag daar nog, Elille. Arne, dag. Fijne dag. Radio 2, start je dag in Antwerpen. Vogels van dichtbij bekijken, daar droomt elke vogelliefhebber van. De meesten doen dat met een verrekijker. Maar een man uit Lille heeft iets in elkaar geknutseld om ze van echt dichtbij te zien. Een vogelvoederkijkbril. Hij kan er uren mee doorbrengen in het bos. En genieten maar. De pindanootjes, ja, dat zijn de pimpelmezen en koolmezen, rassignaar. En de zonneplompietjes leg ik erin voor de boomklevertjes. Ingeduffeld in een heus camouflagepak is Arne Moons klaar voor het vogelspotten. Zeker met zijn zelfgemaakte vogelvoederkijkbril. Dan ga ik meestal zo zitten. Het is echt geen dure grap. Gewoon een bril uit de Action gekocht. En waar kartonnen bordjes of plastic bordjes gebruiken. En dat doe ik natuurlijk voeder voor de tuinvogels. En toch ook wel een serieuze portie geduld. Eergisteren testte Arne zijn vogelvoederkijkbril voor het eerst. Na 3 uur wachten was het prijs. Ineens voelde ik iets op mijn hoofd lopen. Ik dacht, ja, het is zover. En ineens landde er een kuifmeesje rechts van mijn bril. En ik keek ernaar en ja, natuurlijk vloog het weg. Dus zodra er een vogel op komt zitten, mag je echt niet meer ogen bewegen. Arne post op TikTok geregeld ook foto's van eekhoorns in amusante poses. Het langst dat hij ooit stil zat voor een foto was 8 uur in Hongarije voor deze vossenjongen. Maar voor vogels heeft Arne een zwak. Met die bril heb ik heel dichtbij een kuifmees, koolmees en pimpelmees al kunnen benaderen. En hier hoop ik dat er een boomklever of roodborstje zal op landen. Dat zou wel heel schoon zijn voor mij. Vandaag heeft Arne geen geluk. Vogels zijn er wel, maar niet op de voederkijkbril. Misschien dat onze aanwezigheid daar ook voor iets tussen zat.